Alles online. Ik heb alles van vooral gasten uit Amerika. Ik hou gewoon van multicultureel en van verschillende soorten mensen. Dat vind ik gewoon veel leuker. Ja. Maar ik ben heel erg gefocust op lichaamssamenstelling veranderen. Wat je heel veel ziet is trainers die heel veel fancy, leuke dingetjes bedenken. Omdat het er leuk uitziet. Maar het gaat een beetje zijn doel voorbij. In ieder geval geen bullshit verkopen. Hm. En dat gebeurt gewoon heel veel. Een paar weken geleden schreef ik een artikel op LinkedIn over een ZZP'er, een personal trainer. En blijkbaar raakte dat artikel nogal een snaar, want het artikeltje ging binnen een paar dagen nogal rond en werd door meer dan 50.000 mensen bekeken. En honderden mensen reageerden erop. En bij mij die ZZP'er, om maar eens te vragen wat die snaar was die dan geraakt werd. Rijk, van harte welkom. Bedankt. Ja, misschien goed om van tevoren even te vertellen dat wij elkaar kennen. Mm-hmm. Wat is de relatie? Ja, met mijn vader. Ja, jij had een filmpje gemaakt. Ja. Leg eens even uit wat dat filmpje was. Vanwege de coronamaatregelen ging de sportschool dicht. Ja. Voor de tweede keer. En in maart kon ik nog wel een beetje buiten dingen doen in de zon, zeg maar. Ja. Maar nu is het gewoon best wel kut weer eigenlijk. Ja. Dus het regent en het is koud en zo. Ja. Dus toen dacht ik om even een tentje aan te schaffen, een partytent. Ja. En, is die duur? Die partytent, ja, wat is duur? Wat is duur? Nou, €130 kost dat ding. In overleg met zeg maar de manager van de gym kon ik spullen vanuit de gym gebruiken om op die manier mijn klanten eigenlijk door te trainen. Dat heb ik gedaan en daar heb ik een klein filmpje over gemaakt. Die heb jij toen voor me gepost en die werd gewoon heel vaak bekeken. Ja. Ja. Maar je werd in één keer gezien als een soort model, zeg maar ZZP ondernemer zoals het hoort. Dat was het een beetje, hè? Ja. En wat ik ook wel grappig vond is dat heel veel mensen zeiden van top ondernemerschap en zo. Terwijl, ja, voor mij was het gewoon van ik koop een tentje en ik ga training geven. Het was niet zo van ik ben een super ondernemer of zo. Ja. Je wat voel je je ondernemer? Nou, nu voor het eerst eigenlijk een beetje. Maar, in principe voel ik me niet echt een ondernemer. Maar waarom nu voor het eerst een beetje dan? Nou, omdat dit wel echt mijn eigen initiatief is, zeg maar. Dus ik heb echt uit mezelf die tent gekocht. Dus niet iemand die heeft gezegd van dat moet je doen. Of ik bedoel, ik was niet de eerste of zo. Ik bedoel, de helft van de gyms in Nederland doen het. Dus het was wel voor het eerst dat ik het echt soort van aan het ondernemen was. Ja, om je boterham te verdienen. Ja, precies. Want als ik het niet doe, verdien ik niks. Ja. Ja. En jij geeft me ook niks meer. Dus. Hé, hey, maar laten we dan eens even de ZZP'er, want je bent een ZZP'er, hè? Je hebt een eenmanszaak. Dus even dat schetsen wie je bent en wat je doet. Laten we bij het begin beginnen. Het is altijd leuk om met ondernemers te praten over hoe hun jeugd zeg maar was qua school en zo. Hoe was dat bij jou? Begonnen op gymnasium. Dus, daar lag het niet aan. Dus ja, blijkbaar was ik slim of zo. Ja. Nee, dat was omdat mijn meester toenertijd, die zei dat ik dat moest doen. Weet je nog? Meester Ton. Ja, meester Ton. Die zei dat ik dat moest doen. Want ik kon het en zo. En nou ja, dan ben je 11 of zo, 12. Dus dan doe je dat. Want wordt tegen je gezegd. Dus. Ja. En, maar intellectueel kon je het ook waarschijnlijk, want je moest wel een toets doen of zoiets, toch? Ja, de heette, hoe heet dat? CITO. De CITO-toets, ja. Toen ik had 5,45 scoren en je kon 5,50 halen. Dus was genoeg voor gymnasium? Was genoeg voor gymnasium. Dus jij braaf naar het gymnasium? Dus ik braaf naar het gymnasium. Nou, dat was niet helemaal mijn ding, want dan kreeg je Grieks en... Nee, niet Grieks, Latijn kreeg je. Ja. Maar ja, ja... Ik weet niet echt waarom ik dat zou willen leren. Nee. Thuis van. Nee. Ik ben naar HAVO VWO gegaan. In de tweede. Want dat was 2 jaar HAVO VWO. Mm. En toen naar 3 HAVO. En toen 4 HAVO. En toen 5 HAVO. En toen 5 HAVO niet gehaald. Waarom niet? Ik vond leren uit boeken niks. Als je dan vervolgens zulke boeken moet lezen voor je eindexamen, dan wordt het wel een lastig verhaal natuurlijk. Mm. Ik weet nog, voor geschiedenis moesten we dan 2 van zulke boeken lezen over Karel V en zijn vriendjes, ja. Dat interesseert mij gewoon echt helemaal niks. Dus toen heb ik op een gegeven moment... Ik weet nog dat ik een soort van nadacht van ja... Ik wist ook niet echt wat ik wilde, soort van. Dus dan dacht ik van ja, ik kan dit wel gaan doen. Maar als ik niet echt weet wat ik ermee wil, dan... Heeft dat geen zin? Heeft het voor mij geen zin, zeg maar. Jij wordt dan ook redelijk opstandig, of niet? Ja, heel opstandig. Je wist het antwoord al. Ja, dat is een nadeel van in zoverre van dit interview, dat ik natuurlijk vrij veel weet. Ja, zeg maar. Ja. Maar als jij bijvoorbeeld, stel je voor, ik wilde fysiotherapeut worden. Stel je voor, dan ga je fysiotherapie studeren en dan is je doel fysiotherapeut worden. Terwijl nu was mijn doel
Was er niet. Was er niet. Dus dan was voor mij de motivatie om te leren was er ook niet echt. Kijk, ik wist al dat ik iets met sport wilde gaan doen. Want ik trainde vanaf mijn 16 of zo ben ik gaan trainen. En dat was voor mij gewoon een soort van mijn uitlaatklep en mijn ding. En ik wist niet echt wat ik wilde. Dus en met trainen bedoel je krachtsport? Fitness, ja, krachttraining. Fitness. Ja. En toen was de optie mbo. Dus dan had je mbo sport en bewegen. Dus toen, ben ik dat gaan doen. En dat heb je uiteindelijk gehaald, hè? Mbo sport en bewegen heb ik gehaald. En toen was de bevrijding daar? Ja, dat was wel lekker. Ja? En toen? Wel lekker. Nou, toen kwam ik in een soort gat. Want toen had ik natuurlijk eigenlijk helemaal niks. Want ik wist niet wat ik wilde doen. Ja, ik wilde in sportschooltje werken. Maar ik had ondertussen al stage gelopen bij sportscholen. En dat vond je ook weer niks? Nee, want dat hele fitness... Ja, dan werd je fitnessinstructeur. Dus dan moest je rondjes lopen en met mensen gaan praten waar je helemaal niet mee wilde praten. En buikspierkwartiertjes geven waarvan ik al... Niet om tof te doen, maar waarvan ik toen al wist dat dat ook totaal nutteloos is om te doen. Weet je wel? Alleen dat was een hele cultuur daar... Dat hoort. En dat waren ook allemaal van die, met alle respect, dat waren gewoon gasten van 30 die fitnessinstructie deden, fitnessinstructeur waren. En ja, die vonden dat ook wel prima. Die liepen daar een beetje rond en die gingen mij dan uitleggen hoe je dat dan moest doen. Ja, dat voelde ik. Hoe heb jij je eerste bak kennis opgedaan dan om, zeg maar, nu, want je bent nu personal trainer en je hebt er best wel verstand van, vind je ook, en is volgens mij ook wel zo. Waar heb je die kennis vandaan? Niet van het mbo wel? Nee, online. Alles online. Ik heb alles van vooral gasten uit Amerika. Dus toen ik was toen 16, denk ik, 17. En wat ik deed was gewoon thuis uren van die video's kijken. Over fitness, over trainen. Mm. Ik vind wel practice what you preach. Dus ik vind niet, als jij personal trainer bent, kan je niet een soort van de helft van je klanten die jou eruit trainen. Dat kan natuurlijk, vind ik persoonlijk, dat niet echt kan. Mm. Dus ik keek wel altijd naar gasten die het ook wel lieten zien dat ze ook... afgetraind waren of wat dan ook. Hm. Hoe ben je uiteindelijk ZZP'er geworden dan? Beetje gedwongen in de zin van... ik vond werk in Apkoude. Ik factureerde gewoon die sportschool. Ja. Dus of hij nou mijn salaris uitbetaalde of ik hem factureerde. Ja, ik moest dan nu een boekhoudertje betalen en wat extra kosten. En ik moest een zakelijke rekening openen en dat soort dingen. Maar ik vond mezelf niet echt een ondernemer. En toen heb ik dat in Naarden ook gedaan. Dus was hetzelfde verhaal. Werd ik ook ingehuurd door die sportschool. Maar toen kon ik al iets meer verdienen, zeg maar. Want eerst zat ik in Apkoude, zat ik zeg maar op €25 per uur. Voor een personal training sessie. Nou ja, dat is als jongen van 20, 21, is dat best wel lekker verdienen, €25 per uur. En toen in Naarden ging ik zeg maar naar €30 per uur. Want daar deed ik ook groepen en zo. En toen ben ik in Zuidoost terechtgekomen, waar ik nu zit. Daar betaal ik als het ware huur, waardoor ik mijn eigen klanten kan factureren. Mm-hmm. Dus dan wordt het al veel meer echt ondernemen, want dan ik stuur factuurtjes naar mijn klanten. Ja. En niet naar de sportschool die het allemaal voor me regelt. Nee, dus je hebt nu in één keer een heleboel verschillende klanten in plaats van één. Ik stuur nu 20 of 30 facturen in plaats van één per maand. En het tarief is ook wel wat omhoog gegaan. Het tarief is waar ik zeg maar eerst €50 voor een uur de helft ving, vang ik nu alles. Mm. Dus je gaat slimme dingen doen in de zin van... ik doe bijvoorbeeld half uur trainingen, waardoor mijn tarief hetzelfde blijft, maar waardoor het veel betaalbaarder wordt voor studenten en dergelijke. Mm. Want in die gym waar ik werk wonen heel veel studenten boven. Het is een heel groot complex, misschien wel goed om te zeggen. En het is een soort, hoe noem je dat, wooncomplex, gewoon waar jonge werkende mensen wonen. Studio's, zeg maar, kleine studio's zijn het. En daarin is een gym gebouwd. 24 Change of zoiets heet het? Nee, het gebouw heet Change gewoon. Change. De gym heet 24/7 Health Club, omdat we 24/7 open zijn. Ja. Doordat er veel jonge mensen wonen, en voor dan is €60 voor een sessie is wel veel. Maar €29 voor een sessie... Ja, klinkt als de helft. Klinkt als de helft, maar het is ook de helft van de tijd. Ja. Dus het is voor mij hetzelfde. En voor die mensen is het prima. Dus op een gegeven moment ga je dat soort dingetjes doen en dan wordt het wel wat meer ondernemen. Dat je ook, ik bepaal nu mijn eigen prijs. Als ik niet wil werken, werk ik niet. Als ik wel wil werken, werk ik wel. Mm. Hoe meer ik werk, hoe meer ik verdien. Wat is de impact van corona op jouw handel? Nou, wel veel. Mm. Wel veel. Maar niet vergeleken bij horecaondernemers of wat dan ook. Die helemaal nul hebben, zeg maar. Ja, omdat ik kan nu nog mijn ding doen en ik heb weinig kosten. Dat is het ding. Dus ik heb geen gym. Een tentje. Ja, dat is het. Ik heb die tent gekocht en die spullen kan ik lenen. Wel tof dat je die spullen mag gebruiken. Ja, dat is echt top. Dat is echt top. Ja. Dus in dat opzicht gunt de gym ook wel, hoor. Ja, het is minder fijn dan binnen, maar het is beter dan niet. Mm. Dat krijg je nu. Ja, ja. En wat je nu ook krijgt, is dat mensen niet alleen komen voor mij, maar ook voor de spullen. Snap je? Want veel mensen die hebben nu geen toegang tot spullen. Dus op het moment dat ze met mij trainen,
hebben ze en een trainer en spullen waar ze mee kunnen trainen. Dus dat is een beetje de win-win nu wel. Hey, wat is jouw boodschap aan jonge gasten die dit zouden zien en die nu, weet ik veel, 16 zijn of 18 zijn en die ook wel ambities hebben en die aan het zoeken zijn van wat is nou mijn weg om mijn plannen een beetje waar te maken? Is daar een les uit te trekken tot nu toe waar je staat? Ja, dat vind ik wel lastig eigenlijk. Ik heb het gewoon altijd gewoon gedaan, zeg maar. Ik heb altijd gewoon gedaan wat goed voelt, soort van. En ik heb het nooit soort van helemaal verzaakt. Toen in het begin, toen ik met die video's begon, was ik ook gewoon aan het blowen buiten. En dan was ik knijterstoned, kwam ik thuis en ging ik die video's kijken. Dus eigenlijk, ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet per se een tip of zo. Dat was het laatste, dat je dan maar wel die video's... Maar dat was voor mij, ik bedoel, ik was wel aan het leren. Ja. Wat ik denk ik wel goed heb gedaan, is op het moment dat ik ergens niet meer tevreden was, gewoon weggaan. Dat heb ik wel gedaan. Dus bijvoorbeeld, toen in Apkoude bijvoorbeeld, daar was ik op een gegeven moment gewoon totaal niet meer mee eens hoe die jongen dat regelde. Waar ik verder niks mee te maken heb. Want het is een sportschool. Ding, ja, precies. Dus, maar ik was het daar gewoon niet mee eens en ik voelde me daar niet meer goed bij. En dat, ik heb dan altijd wel heel sterk gevoel gehad dat ik dan dat gewoon... Ja, dan ging ik gewoon zeggen dat ik het niet meer ging doen. En dan had ik daarnaast maar 10 uurtjes werk. Dus dan zou je kunnen zeggen, ja, doe dat nou niet, want je hebt daarnaast bijna niks. Maar ik heb altijd gehad dat als ik dat dan deed, dan zet ik mezelf in een soort slechte positie, waardoor ik weer dingen ga doen. Ja. Dus dat heb ik heel erg. Dat je, als je je te comfortabel voelt, dan blijf je daar. Dus als je goed zit, dan zit je prima. En dan, ja, waarom zou je dan extra je best gaan doen? Terwijl als jij, wat ik zeg, ineens nog maar 10 sessies in de week hebt, waar je zeg maar 300 euro per week mee verdient, oftewel 1200 euro in de maand, ja, dan ga je vanzelf wel wat doen om ervoor te zorgen dat je wat meer gaat verdienen. Ja, snap je? Ja. Terwijl als jij rustig 2.500 euro per maand verdient. Dus wat je eigenlijk zegt is, jij bent niet bang om in ongemakkelijke situaties te komen. Nou, ik heb dat zelfs nodig, denk ik. Ja, maar ja, en het is dubbel winst voor jou, want je verloochent jezelf ook niet. Precies, want ik heb ook mensen gezien die bijvoorbeeld al 2 jaar lang ontevreden zijn. Ja. En nog steeds. En dan, ja, ik ben op de dag dat ik ben verhuisd, op mezelf gewoon, ben ik ook begonnen in die gym in, weet ik nog heel goed, was 1 juni. Ja. Was 2019 was dat. En toen had ik nog 0 klanten in Zuidoost. Dus toen was zeg maar, het verhaal was, we gaan een nieuwe gym openen. We gaan met trainers werken, ZZP-trainers. En het is een beetje een constructie waarbij wij een beetje de gym helpen, waardoor wij onze mensen daar kunnen trainen. Ja. Alleen het is volledig aan jezelf hoeveel je verdient. Want als je geen klant hebt, verdien je niks. En als je heel veel klanten hebt, verdien je heel veel. En ik, ja, het was in Zuidoost. En hoe ik Zuidoost toen de tijd nog zag, was best wel... Nou, niet als een achterstandsbuurt meer echt, maar wel als, ja, anders dan het Gooi. Waar mensen gewoon knaken hebben en waar mensen de 60 euro voor een sessie. Interesseert ze hier echt helemaal niks. Maar dat is ook een van de dingen die jou niet aanstaan aan het Gooi, toch? Je vond niet erg om richting Amsterdam te verhuizen. Nee. Nou, niet dat ik per se mensen uit Gooi niet leuk vind of zo. Maar ik hou meer van wat meer. Ik hou gewoon van multicultureel en van verschillende soorten mensen. Dat vind ik gewoon veel leuker. Ja. En nu zie je ook dat ik heb Surinaamse klanten, ik heb Koreaanse klanten, ik heb klanten gehad uit Roemenië, uit Rusland, Nederland natuurlijk, Surinaamse komaf, Marokkaanse komaf, dus van alles, weet je wel. Ja, ja, ja. En dat vind ik leuk, dat vind ik gewoon veel leuker. Waarom vind je dat leuker? Nou, omdat je gewoon, het is niet allemaal maar 1 ding, zeg maar. Het is niet allemaal hetzelfde. En als je bijvoorbeeld, ik ben opgegroeid in Bussum natuurlijk. Nou ja, daar is alles blank en alles is... En ja, ik weet niet echt hoe je het uit moet leggen. Het is vrij bekrompen vaak. Niet altijd hoor, maar er wordt vrij snel een mening gegeven over tokkies of over donkere mensen of over whatever. Terwijl je helemaal niet weet zeg maar, wat dat is en waar dat vandaan komt en hoe dat is, weet je wel. Mensen hebben andere culturen, mensen hebben andere normen en waarden, mensen... zien dingen anders. En dat, ik vind dat juist wel mooi, zeg maar. Ik vind dat wel mooi. Mm. Wat is jouw visie op, zeg maar, met wat voor klanten wil je werken? Wat kan personal training je bieden? Nou, ik ben nu heel erg gericht gewoon op mensen altijd fitter worden en zo. Maar ik ben heel erg gefocust op lichaamssamenstelling veranderen eigenlijk. Dus mensen willen strakker worden. Hè, dat is dan vaak het verhaal. Nou ja, dat strakker worden kan je eigenlijk beter definiëren als vaak spiermassa opbouwen, vet verliezen. Mm-hmm. Dat is weer anders dan afvallen. Mm-hmm. Want afvallen is, maakt niet uit wat verliezen. Spier, vet, vocht, whatever. Mm-hmm. Dus bedoel, als je kijkt naar een vechter, die verliest 5 of 10 kilo in een paar dagen vocht voor een gevecht om een gewichtsklasse te halen. Mm-hmm. Ja, ben je dan strakker? Mm-hmm. Snap je? Mm-hmm. Dus dat heel erg.
En ik probeer het wel simpel te houden. Dus ik probeer niet... Wat je heel veel ziet is trainers die heel veel fancy, leuke dingetjes bedenken. Omdat het er leuk uitziet. Maar het gaat een beetje zijn doel voorbij. Hey, richting afronding. Je bent aan het studeren, hè, weer? Ik ga studeren. Ja, tenminste, je hebt een cursus gekocht. Of hoe werkt dat? Ik ga nu een PT-cursus doen. Het gaat gewoon alles op het gebied van krachttraining, voeding, lichaamssamenstelling veranderen. En dat wordt gegeven door twee gasten die wel echt alles weten op het gebied van training en voeding. Die echt verder gaan en die ook echt zeggen... Oké, dit doe je hierom om deze reden. Mm-hmm. En dit doe je hierom om deze reden. Bijna wetenschappelijk. Nou, letterlijk wetenschappelijk, want ze sturen ook hyperlinks door met wetenschappelijke onderzoeken. Maar dan moet je gaan lezen. Ja, wordt eens tijd, hè? Denk je dat je nu wel kan? Ja, denk wel, omdat nu wil ik het zelf. En nu ben je leuk. En nu ga ik iets doen. Ja, en wat het was vooral bij me, bijvoorbeeld toen ik mijn MBO deed, was van 100% van de lesstof vond ik 5% leuk. Hm. Ja, dan wordt het wel lastig om je motivatie te houden natuurlijk. Terwijl nu vind ik denk ik 90% leuk. Ja. Dus dan veranderen die verhoudingen natuurlijk heel erg. Dus dat was cursusje afgetikt en nu ga ik... Dure cursus, kost echt wel geld. Ja, dat kost €1700 kost dat. Ja. Maar dat zie ik dus ook als geld, zeg maar, als soort investering. Ja. Dus dat is dat soort dingen ga je dan nu doen. Ik zie nu gewoon dat er heel veel mensen zijn. Er zijn heel veel trainers. En ik hoef niet de beste trainer te worden of wat dan ook. Maar ik vind wel, je moet wel... In ieder geval geen bullshit verkopen. Hm. En dat gebeurt gewoon heel veel. Hoe ziet die kant waar jij op wil eruit, zeg maar? Waar sta je? Geef jezelf eens een paar jaar vooruit. Ja, dat weet ik echt niet. Dat weet ik echt niet. Helemaal nu door de coronasituatie is dat allemaal wel een beetje... Ja, ik weet natuurlijk niet wanneer die sportscholen weer open gaan en hoe dat allemaal gaat. En dus hoe ik het nu voor me zie is dat ik blijf gewoon mijn trainingen draaien. Daar verdien ik genoeg mee om gewoon mijn eten te kunnen kopen en gewoon mijn ding te kunnen doen. Als de sportschool weer open gaat, trekt dat natuurlijk ook weer wat aan. Dus dan wordt dat wel ook gewoon weer wat beter. En daarnaast wil ik wat meer tijd investeren nu in dus inderdaad zo'n cursus gaan doen. Ik ben zelf nog steeds hard aan het trainen. Waar je ook weer veel van leert. Weet je wel? Dus dat is een beetje waar ik nu mee bezig ben. Een eigen gym? Dat heb ik altijd wel gezegd dat ik dat zou willen, ja. Maar wat voor vorm weet ik niet. Mm. Dus een eigen gym zou voor mij ook kunnen zijn een gym aan huis voor jezelf. Ja. Dan dat, weet je wel, heb je ook een eigen gym. Net dat ik een eigen studio heb hier. Precies, want nou ja, ik ben erachter gekomen dat bijvoorbeeld een eigen sportschool is leuk. Maar dan heb je wel een plek waar je in principe altijd moet zijn. Of altijd mee bezig bent. Eén plek. Je hebt vaste leden, dus je moet altijd open zijn. Snap je? Terwijl nu... Als trainer zijnde... Ja, voor je beurt. Als ik een week op vakantie ga, zeg ik tegen mijn klanten... jongens, ik ben er een week niet. En dan zeggen ze, nou oké. Dan zeg ik, hier heb je een schemaatje of whatever. Dan zorg ik natuurlijk dat ze door kunnen trainen. Mm. En dan ga ik op vakantie en dan kom ik weer terug en dan pak ik het weer op. Terwijl dat is met de sportschool, eigen sportschool is dat allemaal wel wat lastiger. Dus ik zeg niet dat dat hem niet gaat worden. Maar als ik kijk van, oké, ik ben 24, coronatijd. Als ik kijk naar andere trainers. Als ik kijk naar andere mensen nu in deze tijd. Dan denk ik dat ik het prima doe, maar ik wil niet zeggen dat ik... Je bent er nog niet? Nee, nog lang niet. Dan wens ik je heel veel succes en plezier. En dank je wel voor dit leuke gesprek, Rijk Overgehoor. Dank je wel. En dank je wel voor het kijken naar weer een interview hier op CVD TV. Wil je er meer zien, abonneer je dan op het kanaal. Voor nu, dank je wel voor het kijken. Hoi!